Als eerste hebben we mijn kamer en we gaan trouwens niet alles uitgebreid laten zien in de kastjes en zo, want dan wordt de video een beetje heel lang en is het niet meer leuk om naar te kijken. Maar ja, laten we gewoon maar beginnen met mijn kamer. Het eerste als je binnenkomt wat je ziet is mijn klerenkast. Kijk. En daarnaast heb ik bloemen. Op de kast heb ik wat van vakantie gezet. En dan deze heb ik eigenlijk een beetje van alle spulletjes. Hier heb ik fotootjes. En dan deze kast heb ik nog een foto. En ja, nog weer een beetje van alles. En wappers. En dan in de onderste la heb ik meer foto's. Want hier achter liggen allemaal foto's. En zo. En hier heb ik papillotten liggen en kruisbal en nog van die dingetjes. Dan langs de kast heb ik mijn boekenmand. En hier heb ik heel veel boeken. En hier liggen ook wat knuffels. Dan hier langs heb ik mijn poef. En hier kan je ook spullen insteken. Hier heb ik gewoon een beetje rommel in. En dan deze Amerikaanse kussen. Dan hier heb ik een heel groot doek, soort van, niet echt doek, maar hier kan je dus allemaal foto's in doen. En hier is mijn bureau. Ik heb geen nachtkastje, dus daarom staan mijn lamp en mijn wekker hier. En ja, hier heb ik gewoon een pennenbakje en plakband en allemaal dingen die ik nodig heb voor huiswerk. Dit is mijn stoel. En dan hier in het laadje heb ik allemaal schoolspullen, mappen, boeken en die dingen. Het zit een beetje heel vol. Het tweede laadje heb ik rommel, medailles van veldploeg, portemonnees en notitieboekjes. En dan in de derde la heb ik een beetje van alles. Speelgoed, nog wat, foto's en pakjes en zo. En dan mijn bed. Met knuffels daar. En ja. Hieronder, onder mijn bed, heb ik mijn knutselplant. Hier liggen natuurlijk al mijn knutselspullen in. En in mijn broer zijn kamer liggen er ook nog. Want daar knutsel ik meestal. Dan heb ik hier mijn letters. En hier nog wat kamers. Kamers. En de hondenvanger. Dit is van mijn geboorte. En deze was ook van toen ik klein was. Dan ga ik door. Hier heb ik niks nog niet. En dan heb ik hier twee ophangen. Ik weet niet hoe je het moet noemen. En hier is mijn make-up. En haardinger. En een spiegel. En hier heb ik van het kazookamp een sjaaltje. Ja, dit was een beetje mijn kamer. Dus nu naar de kamer van Maxine. Nu verder naar mijn kamer. En hier sliep mijn broer vroeger. En de letters die ik zie staan er gelukkig al op mijn jaar. Kom maar binnen. En ik heb een behoorlijk grote kamer. Iets groter als Luna. Hier heb ik mijn badjas. Dat heb ik nodig in de ochtend. En dit is onze filmplek, dus hier gaan we altijd filmen. En hier nog een spiegel, maar die halen we dan meestal weg. Hier heb ik mijn kledingkast en het is behoorlijk vol. En hier hangt nog een tekening van mijn broer die hij speciaal voor mij had gemaakt. Echt super lief. Hier is mijn make-up stash en ik heb het wat opgeruimd, maar alle producten zijn hetzelfde. Hier ligt nog een boek van Musical.ly en op Musical.ly noemen wij YouTube Sisters. Dit is een rommelbak. En hier is mijn bed. Het is best wel behoorlijk groot. Hij is bruin. Heel veel knuffels en kussens.
En ja, dat vind... ja, en dat is mijn naam op. En hier is mijn nachtkastje gewoon. En ik ben... Wie is er nu verkouden in de zomer? Ik. Hier liggen mijn souvenirs van eigenlijk een beetje overal. En ik hou van iPhone hoesje, dus ik heb gewoon deze liggen. Deze ook. En hier ligt mijn tafeltje met sieraden. En mijn pet en mijn hoed. Hier liggen al mijn boeken, want ik ben echt een hele grote lezer. En hier is mijn raam. Hier zit mijn poef. Dit is een poster die ik uit een winkeltje heb gehaald. En dit is mijn bureau.